heeft geschrokken. De engel zei tegen hem, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is dus de stad voor jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voetbak ligt. En plotseling voegde zich bij een engel een groot hemels leger. God kreeg hem te horen, eer aan God in de hoogste hemel, vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Stefan, Gideon, Mirte, Marit, Elise en Laura. Jullie hebben opgeschreven wat je bijzonder vindt. En heb je ook een ster geschreven? Ja. En waar heb je die? Okay. Ja. Stefan, pak jij jouw ster? Met kerstboom vol met vrolijke lichtjes. Klopt dat?
Oh, ze heeft er eentje gekozen. Nou. Marit. Ik vind het bijzonder dat ik op mijn papa's verjaardag toch nog taart heb, omdat mijn papa al overleden is. Het is toch heel bijzonder dat je dan toch nog taart hebt gekregen op zijn verjaardag. Elise. Dus ik heb het verteld. Hij staat hier. Dat mijn moeder nog in 2009 naar de kerstviering kwam. En toen zat ze in een rolstoel dat ze dacht ik kon lopen. 2009 daarna was ze verleden. Ja. Dus dat ze in 2009, twee jaar geleden, nog bij de kerstviering was. En twee dagen later is ze overleden. Geleden, ze is overleden. Ja. Dat is een hele bijzondere dag. Ja. Laura. Dat het sneeuwt omdat het heel mooi en gezellig is en leuk en fijn. Ja. Ik heb met sommige klassen van kinderen op andere scholen ook over kerstmis gepraat. En er kwam maar heel weinig sneeuw voor, terwijl een paar jaar geleden, als je het over kerstmis had, begonnen ze altijd over sneeuw. Hoe zou dat dan komen? Omdat het bij kerst hoort. Ja, het hoort bij kerstmis, maar het is al een paar jaar met kerstmis sneeuw geweest en dan wordt het weer heel gewoon. Dan is het niet meer zo bijzonder, hè? Dat komt omdat het nu al sneeuwt. Omdat? Het sneeuwt nu ook niet. Het sneeuwt dan niet, nee. Maar daarom kun je nog wel aan kerstmis denken dat het gaat sneeuwen. Dank jullie wel. Groep 5, 6 was dit, hè?